was ik een vis, dacht de vogel. Eens was ik een boom, dacht het hert. Eens was ik een mens, dacht de sprinkhaan. Eens was ik één, dacht de mens. Hij keek omhoog naar de vogel en wilde vliegen. Hij keek diep in het water naar de vissen en wilde zwemmen. Hij keek naar de boom en wilde stilstaan. Hij keek naar het hert en wenste edel te zijn. Hij keek naar de sprinkhaan, de sprong was te krap. En de sprinkhaan keek jaloers naar de vogel omhoog. Zo is het. De eenheid der dingen die ik niet kan zien, die ik niet kan voelen of horen als mens, zit misschien wel verstopt in dit dicht en is op zoek in mijn betoog. Dit is het yin en het yang van de chaos.